Goedemiddag, we zijn op pad. Prachtig weer. Ja, 18 graden. We gaan naar John en Astrid. Camperplaats Veluwe Noord. En we hebben vanavond lekker een culinair etentje door Amuse. Door wie? Amuse. Amuse. Vorig jaar ook 2 keer gedaan, geloof ja, ik. Ja, fantastisch. Heerlijk eten. Ja, top. En altijd dingetjes die wij zelf echt nooit zouden bestellen. Frikandel. We hebben er net al culinair gedaan. Ja. Tabby op. Broodje bami hap. Broodje bami hap met mij ook. Broodje bami hap. In een vette hap. Ja. We zijn er bijna. Ik zie de vlag al, toch? Ja, denk het wel. Staat er wel wat? Nou, tot straks, mensen. Aankomst bij bestemming aan uw linkerhand. Waar zijn we? We zijn vol. We zijn vol? Ken dat dan? Zo. We staan op plaats nummer 19, zijn te zien. Kijk, mijn kabouter erbij. John is helemaal gek van kabouters. Dat zouden de meeste mensen wel weten die hier al een paar keer geweest zijn. Ik ga het je nog wel even laten zien straks. Kijk eens even, de welbekende amusecar, laten we het zo maar zeggen. Hij staat er weer. Kijk, er komt onze zwoeger alweer. Die blijft gewoon doorgaan, joh. Alles klaarmaken alweer. En dan staat de Amuse Kate. Gaan we daar ook wel even van dichterbij bekijken. En dan zie je, daar heb je ook toevallig zo'n kabouter waar ik het over had. Kijk, en deze man, John dus, eigenaar van de camperplaats Veluwe Tuin, die is dus helemaal gek op die kabouters. Dus mocht je eens een keer in de buurt wezen hier van de Veluwe-tuin. En je hebt zoiets van, nou, ik heb nog kabouters over. Neem ze gerust mee hoor, hij is er helemaal gek op. Hij plek zat. Moet je vooral doen. Kijk, ze zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen. De catering. Ja, die man weet ook van gaan ophouden. Vandaar dat het zo aangenaam vertoeven is hier op de camperplaats. Niks is te veel hier op de camperplaats. Nou, het is aardig druk. Het staat aardig vol. Kijk. Het is het tweede weekend dan ze geopend zijn. Nou, er zijn denk ik ongeveer de helft van de mensen die eten mee. Althans, die hebben dat ook gereserveerd bij Amuse. En voor de rest staan de mensen lekker hier op de camperplek. Zo, Siem staat nog even buiten te kletsen. Ik heb de doos van Amuse. Als het goed is. Kijk. Beschrijving. Hoe dat we... tafel moeten dekken. Zo, kijk, zo is hij. En dit is het menu. Is te lezen? Nee? Jammer, als het maar smaakt. Maar
Nou, van de campertuin John en Astrid hebben al het een en ander klaargezet. Hier op de Vespa. Kijk, lekker drankje. Borrelnootjes. Het vuurtje even mooi aangestoken. Kijk, je ziet nog wel het zonnetje op de achtergrond. Maar het begint toch wel een beetje af te koelen. Dus lekker fikkie erbij. Gezellig. En dan kunnen mensen hier gewoon eventjes lekker iets te drinken komen halen. Het is nu rond een uur of zes. Om een uur of zeven zouden ze ongeveer gaan beginnen met het uitreiken van de eerste gang, zeg maar. Heel gezellig weer. Lekker weertje. We hebben het wel eens anders meegemaakt. Volgens mij was dat de allereerste keer dat de Amuse hier was. Toen stormde het en regende het volgens mij. Het is dan toch weer een hele andere setting, hè? Zo met het zonnetje. Maar goed, alle weersomstandigheden hebben een beetje de charmes, hè? Nou, jullie hebben tafeldekken van het tas gezien. Ik weet niet of ze ook al het programma gezegd hebben. Zo vast wel. En anders gaan jullie dat uiteraard zien. Zo, gaan we eventjes in het winkeltje kijken van Astrid. Weer het een en ander nieuwe leuke spulletjes voor de verkoop. Ga niet alles verklappen, maar mokken. Het ruikt hier trouwens wel onwijs lekker. Dus ga gewoon eens een keer hier binnen. Kijk hier van die hele leuke uit huid gesneden dierenfiguren. Sepies, noem het maar op. Maar je moet hier echt eens een keertje gaan kijken. Receptie. Bordje receptie. En dan gewoon daar naar binnen gaan. Moet je zeker doen. Nou, Natas zou het uiteraard wel gezegd hebben dan we hier natuurlijk staan voor het vijf gangen diner van Amuse. Hier bij de Veluwe Tuin. Ja. Nou, we beginnen met... had jij ook al het menu gezegd dan, hoe of wat? Nou, ik had het gefilmd. Nou. En toen zei ik ook van... kan je het lezen? Nee. Kijk eens even. Brood met kruidenboter en... Parel. Iets met parel. Parel. Oké. Eet smakelijk. Eet ze. Hoe smaakt het, schat? Prima. Top, hè? De parelhoender, volgens mij. Maar ik denk niet dat ik zo snel kan vinden wat het voorgerecht is. Tuurlijk kan ik dat. Ja, parelhoen met fris zoete compote van ui en sinaasappel. Met wat? Compote. Wat is er nou? Nee, het is goed, schat. Even ook voor de mensen, we zitten nou lekker te eten. Ja. En kijk. Wilt hij niet zo draaien? Oh. Wat? Kijk, mijn... kleedje is ook binnen. Moos die liggen te kijken. Mijn schapenvagging. Heb ik ook al gezien. Nee, de mijne nog niet. Ja, toch dezelfde. Nee, jongen. Ja, nou, doei. Moos je ook een beetje mee eten, hè? Ja. Liefde is, hè? Ja. Nou, hij heeft de zelfgemaakte soepstengel van de Amuse, vindt hij wel heel erg lekker. Klein hapje nog, hè? Zo, dat is voor mij. Nou, doen we deze nog even filmen? Ja. Wat is dit? Het hoofdgerecht? Nou ja, die andere was ook, hè? Hertenbiefstuk of zo? Langzaam gegaarde sucade van het en een stukje hertenbiefstuk. Met kalverdorsaus geserveerd met aardappel en groentegarnituur. Ja, en de groentegarnituur is een spinazie taartje. Nou, eet ze. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn weer wakker. Ja. Het is 10 uur.
Ja, oké, okay, maar we zijn fris en fruitig al, hè? Ja, we zijn fris en fruitig. Wat een klerenherrie weer, hè? Nee, ze gaan de keten even weghalen van de amuse, dus vandaar. Nou, prima geslapen. We gaan zo meteen lekker stukje fietsen. Naar Elburg. Naar Elburg toe en ja, jullie gaan dus voor de rest wel zien. Het eten was fantastisch gisteravond. Ja, super. Nou ja, we hebben jullie een impressie gegeven van hoe of wat. Dus, was mochten echt, jullie nog trek hebben, april en mei hebben ze nog zo'n dag. Moet je maar even op de site kijken van de Veluwe Tuin of van Amuse. Nou, dikke duim voor hun in ieder geval. Nou, je ziet ons zo meteen op de fiets. Zo, we zijn onderweg. Even gewoon lekker een tijdje op de camperplaats nog gezeten voor de camper. Naast de camper. Schitterend weer natuurlijk. Nu gaan we eens even ja, richting een of andere koffietent. Ze schijnen daar een ja, schuurverkoop of iets, een garageverkoop, weet ik veel. Schijnen ze daar te hebben. Dus dan gaan we eens even kijken daar of het wat is. Nou, we zijn maar echt doorgegaan hier. Maar ja, dat zeggen jullie niet zoveel. Wij zijn natuurlijk weer eigenwijs om de navigatie aan te zetten. Dus we zouden wel goed gaan. Hier ook nog fanatieke wandelaars. Ik heb je nog nooit gezien. Ik lijk er wel de SUV, joh. Nou moet ik weer bruin voor korenbrood meenemen. Is dat niet normaal? En wij draaien. Heel fijn. Nou, doei. Nee, er staan ook mensen die staan op campplaats, heel aardig. Hans. En Dominique. En Dominique. Hele aardige mensen en die gaan lekker ook naar de zwaluw volgens mij. Ja, maar ze moesten eigenlijk ook nog brood hebben, maar dat legt nou nog thuis op de aanrecht. Ja. Dus moeten ze eerst nu naar het dorp gaan lopen. Nee, dat moet je niet doen. Wij zijn gewoon op de fiets en doen wij dat toch even. Dus dat nemen we even aan. Ja, hoe is het hier. Je bent er om elkaar een beetje te helpen. Ja, toch. Nou, zoals je ziet, fietspad langs het bos. Je wil, kun je ook nog het bos in. Doe hem maar niet. Nou, we lopen even op de markt. Hier in het harde volgens mij. Kijk, hier heb je een breukzaak. Dan moeten we eventjes boterham halen voor die mensen. Kijk, hebben we al eens vaak laten zien. Hier heb je de amuse. Kijk eens aan. Je staat er weer op, hè, Pim? Ja, heel goed. Mooi. Kijk, leuk huisje daar. Achter het hek verschuilen. We zijn er bijna. Mooie tulpenboom. Magnolia heet dat volgens mij. Zwaluwenburg. Welkom op de Zwaluwenburg. Hier hebben die ook die tuinen van A. Vogel. Even kijken. Rechtdoor. Even kijken, misschien kennen we aan het einde van het pad zit hij. Misschien kunnen we wel even lekker bakje doen met wat lekkers erbij. Je weet het nooit. Ja, tuurlijk. He? Jij niet zeker? Nee. Ja, ik doe wel mee. Ja, voor de gezelligheid. Nou, hier zijn we er.
Nou, moet maar, hè. Eerst even wat nippen en dan dadelijk lopen we even daar naar achter. Ja? Even een plekje uitzoeken. Hier allerlei tierenlantijntjes. Leuk. Nou, we gaan even zitten. Nou, dan gaan we richting daar, hè. Daar zou de verkoop moeten wezen. We gaan het zien. Jij nou, aanhanger bij je? Van lekker bakje gedaan. Waarvoor? Maar aanhangen? Nou, daar is het veel. Oh, ja. We gaan het zien. Fietsen nou ergens in een dorpje. Voor Elburg in ieder geval. Ik weet niet meer hoe het dorpje heette. Maar het ziet er wel leuk uit. Mooi terras. Molen op de achtergrond. Leuk. Hier, eethuis het hoekje. Kijk, we hebben een ooievaar gespot op een nest. Kijk. Leuk. In Elburg. Kijk, het is toch best apart, hè, als hij zo woont. Zo toeristisch als de pest. Iedereen loopt langs je ramen en langs je deuren. En, kijk. Ja, het zou niet mijn ding zijn. Maar nee, wel leuk. Echt in de picture. Lopen nu ergens zo'n achterafstraatje. Het is wel leuk zo eventjes een beetje die andere straatjes, anders als anders. De drukte weg. Echt
Ik vind het altijd hele leuke straatjes. Kijk, die kleine sloppies, zou ik maar even te zeggen, doorgangetjes. Kijk, en dan lopen we zo weer een ander straatje in. Dan zie ik daar ergens een rij in de verte staan, wat daar aan de hand is, gaan we eens even kijken. Hier lopen we langs de Hoef, Hamer, Museumsmederij, Elburg. Kijk, we zijn dus even bij de smederij naar binnen gegaan. Even warm stoken. Nou, hier zie je alle oude gereedschap. Kijk, ik denk dat dat een beetje traditionele kleding is van hier. Ik durf het niet te zeggen, maar het lijkt er wel op, want ik ben er al een paar van deze tegengekomen. Dus. Kijk eens even, camperplaats weer in zicht. We zijn er weer. Kuddelig. Oh. Kijk eens even. Nou. Je ziet het, tweede weekend, boom, bam, vol. Mooiere werk, betere werk. Nou, was als een leuke fietstocht. Bij die Veluwe geweest, bij die koffietent. Elburg geweest. En nu zijn we er weer. Kijk, je ziet het, hè. Zodra dan wij aankomen, hebben we gelijk de kabouterdans. Ja, joh, we hebben gelijk een speeltuin hier voor de deur, man. Zo, lacrosse. Volgens mij, ik ken iemand die hebben lacrosse. Ik kan even niet meer op de naam komen, maar misschien weten jullie het wel. Prima vertoeven zo, hè? Erg, hè? Ja. Ken je niet aan wennen, hè? Ja hoor, ik wel. Oh. Geen probleem. Lekker zo in het zonnetje. Ja. Uitzicht op de paardjes. Ja hoor, is prima zo. Het is 5 uur geweest volgens mij. Ja? Ja, ja, dan ineens als het zonnetje... Ja, want je merkt het nu als die even achter, een stukje achter de boom is... Moet je even een klein stukje verkassen, want anders heb je kou. Maar we hebben niks te klaar. Nee, absoluut niet. Nou, wij gaan nog even lekker relaxen. Na de lange fietstocht. Nee, valt best mee. Nee, dat was niet ver. Heerlijk, lekker weekendje. Nou, Natas, je hebt lekker de stokjes de thee beide. En dan draaien we om en dan zien we hier de masterkok. Je hebt het allemaal geregeld. Mario, hartstikke tof, dankjewel. Heb je nog niet geproefd, hè? Nee, ja, nee. Je weet het is. Nee, gaat nog gebeuren. Maar ik zie Natas nog op de stoeltje zitten, dus het zou wel goed wezen. Ja, geniet ervan, jongen. Eet smakelijk allemaal. Smakelijk. Goedemorgen, Liefie. Goedemorgen. Is nog ochtend? Ja, hè? Ja, 10:55. Zondagochtend. Ja. We gaan zachtjes aan een beetje opruimen. Hè? Ja. We blijven, althans morgen moeten we thuis wezen, hè? Ja, morgen hebben we andere verplichtingen.
Dus vandaar dat we vandaag maar eens op de zondag in gaan pakken. Maar maakt ook niet uit. Nee, het is mooi weer. Alles op het gemakkie. Zo is het. We zitten nou nog even lekker in het zonnetje. Ja. En Sean heeft voor ons, tenminste voor Siem, ja voor ons. Ja, voor maar Siempie die is gek van egeltjes. Bij ons in de tuin woont een egel. We weten alleen niet waar, maar hij woont hè. Dus we hadden... Johnny heeft een huis gemaakt. Johnny heeft een huis gemaakt. Kijk, super lief. De villa. Ja, Adriaan toe erin gebrand. Ja. Kijk, helemaal leuk. Dus gaan we thuis een mooi plekje geven. Mooi plekje voor. Dankjewel, John. En Astrid natuurlijk. Ja, top. We gaan nog even lekker van het zonnetje genieten en dan onderweg. Yep. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is al middag, hè? Het is half drie uur, weet ik veel. Nou, we zijn weer terug. Ja. Instelling. Zo, we hebben zoiets. Oh jee, we waren vergeten af te sluiten. Ja, het is bij deze. Ja. Nou, we gaan weer lekker naar huis. Het zit er weer op. Het is eerder als normaal. Maar ja, goed, dat hadden we al verteld. Heb je wel eens, hè? Ja, dat heb je wel eens. Prima weekend gehad. Heerlijk gegeten. Mooi weer. En natuurlijk, fantastisch genoten van de gastvrijheid van de campertuin van John en Astrid, hè? Absoluut. Ja, dat is echt top, is altijd mens. Goed. Jullie moeten er echt eens een keer langs gaan. Veluwe Noord staat op campercontact, noem het maar op. Facebook. Leuk winkeltje erbij met allemaal lekkere snuffies. Ja. Nou, wij gaan naar huis toe en je ziet ons volgende week weer. Bedankt weer voor het kijken. En geniet nog even van het mooie weer. Zo is het. Hey. Tot doei. Volgende week. Doei. Bye.